De markt is al 752 jaar dé plek waar handelaar en koper elkaar ontmoeten. Maar ook waar kleine meisjes hun vader over proberen te halen. Maar niet altijd even succesvol. Ze hebben al twee hobbelpaarden, dus dat is al meer dan zat. Gaat niet gebeuren? Nee, gaat niet gebeuren. De paardenmarkt van Elst is een van de oudste van Nederland. En met 2200 paarden en ponies ook een van de grootste. En volgens de handelaren ligt juist daar nu de kracht. Hier komen de buitenlanders gelukkig nog wel, ja. Maar ja, dat moet ook natuurlijk. Als je die kleine marktjes hebt, dan kunnen die mensen ook geen auto vol kopen. Dus dan hebben ze ook niks te zoeken. Dus dit soort markten moet blijven bestaan. De markt duurt nog tot 4 uur vanmiddag.